Goedemorgen! Hoe? Goedemorgen! Sverrie, hoe heet die meneer ook alweer van Perry het Vogelbekdier? Dovensmert. Ja. Oh ja, nu je het niet zegt, ja. Nou, super leuk, kijk naar deze nieuwe video! Woehoe. Je bent bij Horses & Hand bij Astrid en je krijgt zo meteen les. Yes. En dan voornamelijk omdat de bespiering van haar rug wat verminderd is, wat eigenlijk heel normaal is volgens Suus en Astrid als je naar een volgend niveau gaat. Alleen omdat Astrid natuurlijk op een bepaalde manier traint, heeft ze wel wat tips voor je. Dus vandaag even een lesje bij Astrid. Ze had me laatst ook zien rijden bij Jong KNS competitie. Toen had ik een soort les, nee niet les, maar had ik begeleiding vandaan. En daar heeft ze ook mee gekeken. Ik heb hartstikke net de cijfers van haar gekregen. Maar nu Het is ook altijd, het gaat natuurlijk altijd goed met Daan, sowieso. Daan ziet dat natuurlijk ook. Maar het is goed om ook buiten je vertrouwde cirkeltje af en toe te kijken. En daarom les je ook bij Stier, Bianca. Zit Astrid ook nog in een vertrouwde cirkeltje? Ja, zeker. Maar ik bedoel eigenlijk meer, Daan doe je alles mee. Oh ja, en als altijd. Ja. En dan is het goed om af en toe eventjes ook naar... Zo als mama iets zegt via Daan, dan geloof ik er ook niet. Dat moet Daan zelf zeggen. Mm. Maar goed, dan is het dus goed om ook eventjes bij andere mensen soms even je licht op te steken. Daar kunnen we allemaal iets van leren. En daarom gaan we natuurlijk naar Bas en naar Bianca en vandaag dus naar Astrid. Dus dat wil niet zeggen dat je eigen instructrice niet goed is. Nee, Daan is de allerbeste van de hele wereld. Daan is de beste. Precies. En bestie. Maar wat je wel krijgt is dat je natuurlijk steeds elkaar zo goed kent... Dat je dingen over het hoofd gaat zien. Nou, ik weet niet of je het over het hoofd ziet, maar weet waarom het zo is. Ja. En dan niet per se denkt van nou, dat gaan we nu veranderen, maar denkt van nou, dat komt nog wel. Terwijl een andere instructeur soms wel eens denkt van nou, kun je toch ook gewoon eventjes nu doen. Ja. Wat niet wil zeggen dat het al lukt, maar die kijken even anders. Die hebben soms wat dezelfde tips op een andere manier, waardoor je het weer anders hoort. En daarom is het altijd fijn om buiten je eigen fantastische instructie ook eventjes af en toe ergens anders heen te gaan. Dus vandaag bij Astrid. Misschien kan je me even voorstellen deze knappert. Nou, dit is Tjalle. De meesten kennen hem al. Hij is er vaak bij op de filmpjes en de video's. Maar we gaan vandaag even kijken bij Tess met de les. Superleuk. Ik geloof dat de grootste vraag was dat Tessa aangaf van toch een klein beetje een aanleidingsprobleem. Dat was ook iets waar de jury een opmerking over had gemaakt. En daar gaan we vandaag aan werken. Waar ik naartoe wil is naar een mooie losgelaten, ontspannen houding van waaruit aanleuning kan gaan ontstaan. En daar ga ik Tessa vandaag in begeleiden. Wat we wel zien bij Blondie is dat hij de neiging heeft om de rug wat te veel aan te spannen. Dat betekent dat hij de spiergroepen die bovenin de rug liggen aanspant. En dan krijg je een beetje een weggedrukte rug, zoals we dat noemen. Terwijl voor een goede aanleuning moet hij die spieren eigenlijk helemaal loslaten. En de spieren die hij dan wel moet gaan aanspannen, dat zijn de spieren die aan de onderkant van de wervelkolom liggen. En daar horen onder andere de buikspieren bij. Dus we gaan vandaag eigenlijk zo gymnastiseren dat we het paard gaan vertellen van joh, span je buikspieren nou eens aan en laat je rug eens lekker los. Waar loop jij het meeste tegenaan in je rijden? Wat is jouw belangrijkste vraag? We proberen nu heel veel te werken aan de ontspanning en aan lengtebuiging, omdat ze dat nogal lastig vindt en dat ze dan ook de rug gaat loslaten. Op sommige momenten lukt me dat ook wel. Ja. Dan zegt Daan altijd dat de hals dan een soort doet opbollen, dat je dan kan zien dat ze er loslaat en de spier op de juiste manier gebruikt. Mm-hmm. Nou, dat is wel heel lastig. Ik loop ook heel erg tegenaan met dat ik mijn binnenhand altijd heel erg vastzet en dat ik daar aan de meeste druk heb. Terwijl ik de meeste druk moet hebben bij het teugel, omdat ik anders binnenachterbeen blokkeer. En dat zijn waar we op dit moment het meeste mee bezig zijn. We zijn nu een beetje weer terug naar de ontspanning. En als de ontspanning weer wat beter gaat, dan gaan we weer hard aan de bak voor de regio. Oké, nou helemaal goed. Ik hoor een aantal dingetjes. Ontspanning merk je aan, je werkt aan lengtebuiging, waarschijnlijk ook om het paard te leren te ontspannen.
En je hebt de neiging om je binnenhand vast te zetten. Is dat dan zowel je linkerhand als je rechterhand? Ja, aan de binnenkant nemen ze wat makkelijker de teugel in de hand. Waardoor, ik zet sterke hand en dat is meestal de binnenhand, omdat ze daar makkelijker op vastpakt. En is dat zowel linksom als rechtsom? Ja. Okido, top. Het is wel meest sterk aan een linker teugel, dus de linkerhand is het makkelijker om dan binnenhand los te laten. Ja. Maar dat geloof ik. Dat heb ik al gezien. Ja. Ja, precies. We gaan zo meteen eens even een oefening doen. En ik ga je eerst uitleggen waarom. De ontspanning waar we over praten bij paarden. Kun jij mij uitleggen wat dat precies is? Hoe dat precies moet voelen of hoe dat eruit moet zien? Hoe ik het zelf meestal voel is ontspanning is dat Blondie kan lopen zonder... Zonder dat ik de hele tijd eraan moet zitten en dat ik zelf ook ontspannen ben. Want ik merk ook als ik mezelf vastzet, dan zet ik ook automatisch Blondie vast. Ik heb ook nog niet gemerkt dat als ik niet ontspannen ben, kan zij ook niet ontspannen. En dat vind ik dan ook wel heel erg lastig. Want het liefst wil ik haar natuurlijk het min mogelijk belasten. Maar dan hou ik toch spanning in mijn eigen lichaam. Ik heb dan meestal dat ik dan mijn schouders vastzet. Oh ja. Waardoor ik heel mijn arm vastzet en dat het niet zo lekker gaat. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, als we praten over ontspanning in de training van een paard, maar dat geldt ook voor de training van mensen, dan praten we over losgelatenheid in de gewrichten. Ja. En als we praten over aanleuning bij een paard, dan praten we over de aanspanning van de spieren op de juiste manier. Ja. Dat is hoofdstuk 2, komen we straks op. Die ontspanning in de wervelkolom is een absolute voorwaarde om de spieren op een correcte manier aan te spannen. Als een paard namelijk ergens in de wervelkolom, in de gewrichten van de wervelkolom, spanning heeft, heeft hij geen noodzaak om zijn spieren op de juiste manier aan te spannen. Ja. En die spanning in de wervelkolom die kan op verschillende manieren ontstaan. Ten eerste ontstaat die uit de onbalans van paard. Elk paard is van nature een beetje scheef. Dat heeft te maken met de voorkeurshouding. En als ik zo naar Blondie kijk, maar we moeten het straks wel even testen, heb ik het gevoel dat Blondie graag het gewicht van haar lijf naar de rechterschouder brengt. Dat is een stukje scheefheid. Het is helemaal niet ernstig, hè? Het is gewoon normaal. We hebben alle paarden. Wat bedoel je met de rechterschouder? Want ik heb juist het gevoel dat ze op links heel erg sterk is en dat ze haar lichaam een soort naar links gooit. Ik heb ook dat ik... Het is dat ze links sterk is. Oh, ik snap hem, laat maar. Snap je hem? Ja. Jij zei al, als ik links omrijd, kan ik makkelijker de linker teugel loslaten. Ja, nou ja, ik heb ook dat ik meer op mijn rechterbeen steun dan op mijn linkerbeen. Blondie zet jou een beetje op rechts. Ja. Ja, klopt. Dat komt omdat Blondie van nature, maar ik moet het testen. Ik zie er net 2 seconden, maar wat ik van nu al zie, denk ik van nou... Ik denk dat de linkerbuiging ietsjes makkelijker gaat. Je linkervoltes net even makkelijker zijn dan je rechtervoltes. Ja. Nou, vanuit die linkerbuiging brengt hij het gewicht naar de rechterschouder. Kijk, maar als ik links buig... Gaat mijn rechterschouder omhoog. Ja. Nou sta ik op 4 benen. Dan gaat mijn rechterschouder dus ook ietsjes, bij het paard dan, omhoog en naar voren. Daar brengt hij dan het gewicht naartoe. Ja. Dat is ook de kant waarbij als je een volte rijdt, het paard wat makkelijker over de buitenschouder wegloopt. Ja. En op zichzelf is dat dus niet iets wat afwijkend is, want dat doen alle paarden. We moeten alleen die paarden vertellen, joh, je moet die schouders recht voor je houden. En er niet overheen vallen, niet het gewicht er naartoe brengen. We gaan daar zo meteen een hele eenvoudige oefening mee doen, maar daar ligt wel het begin van een correcte basis. Maar ik maak heel even mijn verhaal af. Op het moment dat het paard het gewicht naar 1 schouder toe brengt, dus laten we zeggen naar de rechterschouder, dan draait de wervelkolom in het lichaam een heel klein beetje. Ja. En in al die kleine gewrichten die in die wervelkolom zitten, komt dan ergens wat spanning te zitten. Dan heb je dus al geen ontspannen paard. Nee. Dat is hetzelfde als dat ik... Kijk, zo sta ik in balans, maar als ik uit balans ga staan, zo... Nou, dan zet ik links onder in mijn rug, zet ik de boel wat vast. Ja. Doet geen pijn, hè, maar ik moet niet op deze manier gaan sporten. Want dan gaat het wel pijn doen. Ja. Of ik ga heel stijf bewegen. Dat lukt niet. Ja, nee, maar dan moet je eerst even recht gaan staan. Want ga ik in balans staan, hangt de wervelkolom heel soepel in mijn lijf... en kan ik alle kanten op bewegen die ik wil. En dat geldt voor een paard exact hetzelfde. Nou, voor ons is dit... Vrij eenvoudig met 2 benen aan de grond, maar voor een paard met 4 benen aan de grond is al een stukje lastiger. En wij zijn degene die het moeten gaan vertellen. Ja.
Als het paard zijn gewicht mooi verdeelt over vier benen, hangt de wervelkolom ontspannen in het midden. Dan is uit elk gewricht van die wervelkolom de spanning weg. Dan is het net zo makkelijk om links om te buigen als rechts om te buigen. Dan pas is het ook makkelijk om het bekken te kantelen en de achterbenen onder de massa te plaatsen. Ja. Want nogmaals, als het paard scheef staat en die wervelkolom die rolt een beetje om in dat lichaam naar die rechterschouder toe, dan krijgt hij ook spanning in zijn rechter resiegewricht. En als jij dan zegt, ja, ik wil dat jij je bekken kantelt, dan zegt het paard, ja, dat gaat niet. Dat ga ik niet doen. Ja. Dus dan heeft het paard te veel spanning om antwoord te geven aan de hulpen die jij geeft. Om antwoord te geven op jouw vraag. Dus we gaan er eerst aan werken dat we die wervelkolom helemaal lekker ontspannen hebben. Als die wervelkolom helemaal ontspannen is en je gaat dan je hulpen toepassen, dan reageert hij met spiergebruik. Ja. En dat is ook een hele belangrijke voorwaarde voor een goede aanleuning. Sterker nog, een goede aanleuning is de vertaling van een correct spiergebruik. Heeft niks meer met gewrichten, banden, pezen, wat dan ook te maken. Want die structuren willen we ontlasten. Ja. Dat is waarom dressuur ooit bedacht is. Zo van, ja, dat paard is best wel leuk om op te rijden. Kan er heel veel mee. Hij is sterk, hij is lenig. We kunnen ermee oorlog voeren. Maar ja, we moeten ze wel heel houden. Ja. En heel houden doe je dus door de gewrichten en de pezen en de banden en al die structuren rondom gewrichten te ontlasten. En die ontlast je per definitie als je spieren gaat gebruiken. Geldt voor paarden, geldt ook voor mensen. Ja? Ja, nou ja, ik heb ook, dat heb ik soms dan met Daan. En dan hebben we helemaal lekker tot ontspanning gewerkt. En ja, dan ga ik van stap naar draf en dan voel ik echt een soort die achterbenen naar voren gaan. En dat ze dan ook aandraaft. Lekker, ja, hè? Ja. Dat is heel fijn om en te daar doen. En daar gaat het om. En dan voel jij ook als ruiter, hey, maar nou kan ik lekker doorzitten. Ja, dat had ik ook in gehoord. Handen mooi naar voren. Het voelde zoveel fijner. Precies. Ik wil jou vandaag gaan leren hoe je daar heel systematisch naartoe kan trainen. Ja. En dat is eenvoudiger dan je denkt, echt waar. Er is nog wel één opmerking die ik graag wil plaatsen. Want we hebben aan de ene kant de natuurlijke scheefheid van het paard die zorgt voor spanning in de wervelkolom, maar we hebben aan de andere kant ook de ruiter. En ik zie jou wel eens met je handen breed rijden. Ja. Maar daarmee zet je met name de wervelkolom tussen de schouders op slot. Dat is dat gebied waar de halswervelkolom in de borstwervelkolom overgaat. Als je je handen laag en breed zet, dan zet je het daar vast. En dan kan die alleen nog maar bovenin in de hals inknikken. Ja. Dat lijkt aanleuning, maar dat is het niet. He, dus dat lijkt nagevelijk, maar dat is het niet. Nagevelijkheid ontstaat in het achterbeen door een verhoogde activiteit. Laat hij die wervelkolom helemaal mooi losdijnen. Jij hebt hem ondertussen al rechtgericht, gaan we zo meteen mee aan de slag. En dan als hij uiteindelijk loslaat in de kaakgewrichten en in het gewricht tussen het achterhoofd en de nekwervel, we praten dan ook wel over nek-kaakgewricht, dan pas is er sprake van een volledige nagevelijkheid en dan pas kun je aan je aanleuning gaan werken, dus met andere woorden aan je spierkracht. Dus wen jezelf aan dat je je handen gewoon naast elkaar houdt voor het zadel, dat je altijd naar de mond toe werkt en nooit terug, want als je terugwerkt, dan creëer je dus een spanning in de wervelkolom die je aan de andere kant probeert op te lossen. Ja. Snap je? Dus je moet jezelf niet tegen zitten werken. Zeg ik ook al tegen ruiters, zonde, want je wil dit bereiken, maar je zit jezelf tegen te werken. Dus durf het maar gewoon aan om lekker je handen bij elkaar te houden en dan loopt hij maar een keer met zijn hoofd in de lucht. Want uiteindelijk gaat elk paard nageven als die in balans komt. Ja? Nou ja, ik heb normaal gesproken heb ik ook niet mijn handen zo, maar helemaal goed. Zo, alleen het was nu meer... Ik zag het nu. Ik denk, ik maak er even alvast een opmerking over, want anders gaan de oefeningen niet werken, snap je? En ja. Nogmaals, het is een aanwijzing. Ik zie het over het algemeen vrij veel ruiters wel doen, bewust. Dat ik denk, nee, ik snap dat een krul leuk lijkt, maar het is niet functioneel. En dus daar haal ik mijn leerlingen in ieder geval altijd uit. Uit dat niet voor het plaatje rijden, nee, maar je moet voor de functie rijden. Want we zijn aan het trainen en we willen het paard sterk maken. Want een paard dat in balans is en sterk is, die zijn lijf goed gebruikt, die ontspannen is, met de juiste spieraanspanning, die kun je zo een appiëment vragen. Dat is helemaal niet moeilijk. Ja, maar de voorwaarden moeten wel kloppen. Ja. Snap je? We gaan werken aan die voorwaarden. We beginnen met de eenvoudige oefening, zeg ik. Maar in de praktijk is het wel een moeilijke oefening, omdat je heel goed moet gaan voelen wat er in je paard gebeurt. Ik ga hem je uitleggen. De oefening heet de kwartlijn. De kwartlijn loopt van de hoekletter naar de A of de C. Dus je rijdt nu linksom, dan zijn de kwartlijnen van H naar A en van F naar C. En wat we gaan doen, we gaan heel even de hoefslag verlaten
En we gaan steeds de figuur rijden die ontstaat als je van F naar C en van H naar A rijdt. Dus er zitten twee hoeken in en verder heb je twee rechte lijnen die diagonaal verlopen. Ja, dat hadden we de vorige keer volgens mij ook gedaan. Hebben we dat gedaan, weet je hem nog? Ja, en toen liep ze heel erg over naar rechts als ik niet mijn rechterbeen eraan hield. Precies, precies. Maar dat is juist de bedoeling. De bedoeling van de kwartlijn is dat we eerst gaan waarnemen wat doet hij nou. Dus hou je benen maar af, doe je hand maar naar voren. En hey, moest je kijken hoe die over rechts valt, zie je? Ja, heel erg. Maar nou is het niet de bedoeling dat we dat paard gaan corrigeren op een manier dat we hem steeds gaan helpen. Nee, we gaan het hem zelf leren om het goed te doen. Snap je? Want als je het paard de hele tijd moet ondersteunen in zijn balans, kan die ook niet ontspannen. Want dan heb je nog steeds te veel druk op de teugels, hè, waarbij die net niet lekker losgelaten wordt. Als er een jury zit te kijken, zegt gewoon, man, best een keertje helpen. Maar in je training niet, want je wil dat die beter wordt, snap je? Ja. Dus wat we gaan doen, we gaan weer die kwartlijn op. En je laat hem maar een keer over die rechterschouder wegvallen. Met die losse hand naar voren toe. En dan ga je vragen door je rechterteugel tegen de hals te laten komen. Je linkerteugel ietsjes mee te nemen naar binnen. Druk je als het ware het gewicht van de rechterschouder naar de linkerschouder toe. Ja. Maar niet te veel, want het is niet de bedoeling dat je naar links loopt. Nee, het is de bedoeling dat je het gewicht overhevelt naar links. Op het moment dat je voelt dat het gewicht op die linkerschouder komt, duw je je handen naar voren. Waarom? Omdat dat moment waarop hij van die rechterschouder op die linkerschouder komt, er sprake is van verticale balans, balans over de schouders. Dan kan het niet anders dat je paard zijn hals laat zakken. Want in die houding waarin de wervelkolom mooi in het midden ligt tussen de beide voorbenen, kan een paard niet tegen de weerstand in zijn hoofd hoog houden. Snap je? Ja. Dan zakt gewoon die hele boel naar beneden toe. En dat is wat we willen. Begint om zijn spieren te gebruiken op de juiste manier. En de juiste manier die is in de B exact hetzelfde als op Campri-niveau. Snap je? Alleen de mate waarin verschilt. Dat is het enige verschil. Klopt het wel dat ze een beetje op de voorhand loopt en wat minder? Want ik heb wel dat ze een soort naar voren. Dat klopt. We hebben nu gewerkt aan de verticale balans. En dat wil zeggen dat je paard loodrecht op de benen is. Van waaruit jij kan gaan activeren. En vanuit dat actievere achterbeen ontstaat dan die aanspanning van die spieren. Dus dat betekent aangespannen buikspieren, losgelaten rugspieren, min of meer. Het is veel complexer dan dat. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nou, jij zegt al, ik zie heel mooi die halsspieren opbollen. Nou, die halsspieren, daar zit de hele rug aan vast. Dus je weet zeker dat die rug doet het nu ook goed, snap je? Ja. Dus daar komen ook de spieren weer terug. Handen bij elkaar houden, vergeet dat niet. Zo, ja. Nou, dit is dus een voorwaarde om je paard meer in de horizontale balans te laten komen. Dat betekent dat je wil dat hij van die voorhand afkomt en inderdaad gewicht gaat overbrengen naar de achterhand. Ja. Exact hetzelfde als dat je net gewicht van de rechterschouder naar de linkerschouder hebt gebracht. Maar ondertussen even van hand veranderen. Het lijkt me wel een heel stuk lastiger om er op haar achterhand te zetten, want dit lukt me soms wel. Maar het achterhand zetten, dat is me eigenlijk nog nooit echt gelukt. Nee, nou, een paard goed op de achterhand krijgen is ook vrij moeilijk. Ja. Gelukkig is dat in de B en de L nog niet echt een vereiste. Ik vind wel vanaf M is het makkelijk als je het voor elkaar hebt. Maar we gaan eerst werken aan een horizontale balans. Dat is nog niet zover dat het paard zijn gewicht meer op de achterhand neemt dan op de voorhand. Van nature heeft een paard 60% op de voorhand en 40% van het gewicht op de achterhand. In de horizontale balans heeft een paard zijn gewicht 50-50 verdeeld. Ja. En in de verzameling willen we 40% op de voorhand en 60% op de achterhand. Nou, dat laatste, dat parkeren we even, daar zijn we nog helemaal niet aan toe. Nee. Maar die 50%, daar kunnen we al naar gaan streven. Ja. Maar hoeft niet vandaag voor elkaar te zijn, hè? Het kan vandaag ook 41 en 59 zijn of zo. Ja, en het kan vandaag ook 58 op de voorhand, inderdaad, zoiets. En wat hou je dan over, weet ik veel, 42 op de achterhand. Maar weet je, waar het om gaat is dat je proces klopt. Ja. Zolang je paard verticaal in balans is, is de kans op blessures een heel stuk kleiner als dat hij scheef loopt. Ja. Dus dat is al gewonnen. Zo ja, hou je kuit eraan, hè? Dat ja, druk opzij, goed. Ja, beter. Hetje. Mag heel even naar mij toe komen. Ja.
Nou ja, ze is ook niet heel soepel in haar beentjes, want het is en blijft wel een springpony. Ja. Alles valt te leren, toch? Ja. Dat ja. Goed zo, meisje. Dat is goed. Juist. Kijk, wat ik belangrijk vind als een paard om de voorhand went, maar dat zijn situaties die je bijna dagelijks hebt als je een paard uit de box haalt of op de poetsplaats zet, is dat hij niet zo met zijn achterbenen meedraait, maar dat hij altijd instapt. Want dan oefen je gelijk deze beweging vanuit die heup. En dit is voor een paard veel makkelijker, want dan kan hij lekker zo zijn rug gestrekt houden. En als het zo moet, ja, dan moet de hele boel weer aangespannen worden. Dus dat doet een paard niet van nature heel makkelijk. Ja, sommigen wel, maar weet je, ze zijn gemotiveerd om het niet te doen. Wen jezelf aan als je je paard omdraait, dat het been dat moet draaien, voorlangs. We gaan nog even één oefening doen. Oh, ja. Onthoud de bezemoefening. Dus jij rijdt zo op de hoefslag. En dan ga je zo meteen bij C in een schuine lijn naar de lange zijde. Even voorbij de H. Dus bij het tweede spand kom je uit, zeg maar. Zodra de voorhand de hoefslag raakt, gaat jouw rechterhand, en dat mag een keer, naar achteren. En op de voorwaartse drang ga je scheef langs het hek. En doordat jij je rechterhand naar achteren doet, schaart het rechter achterbeen. Maar je plaatst hem ook weer terug en dan laat je hem weer scharen. Snap je dat? Ja. Door iedere keer je rechterhand tikje naar achter te doen. Ja. Ga je gang. Mag je bij C beginnen. Je mag ook even afwenden hoor. Dat je... En let erop, deze oefening is geen oefening uit een dressuurproef. Het gaat er dus ook niet om dat je paard mooi in de houding loopt. Je mag hem van mij zo los mogelijk laten. Want hoe meer spanning erin, hoe minder spanning erin dat lijf zit, hoe soepeler dat heupgewricht kan bewegen. En dit is dus echt gewoon een lenigheidsoefening, snap je? Ja. Dus dat hoeft niet per se mooi. En vergelijk het maar met ballerina's die allerlei oefeningen doen aan de bar. Dat hoeft niet mooi, want er is geen uitvoering, er zit geen jury te kijken. Dus je linkerhand ietsjes losser laten, zo ja. Je rechterhand naar achter, zo. En zo, juist. En dat was al te veel. Dit is goed. En je rechterhand klein naar achter. Klein naar achter met je rechterhand, naar je knie, daar. Zo ja, en weer naar je knie, dit. Nou mag je je rechterhand wel breed zetten. Ja, daar. Trek maar naar achter. En weer los, goed gedaan. En dan zie je dat ze het best lastig vindt. Ja. Dus kijk eens, de richting van jouw rechterteugel is... Je zit zo op je paard, van hier daar naartoe. Ja, dus heel bewust dat. Zodat het binnenachterbeen, daar ja, super. En laat je linkerteugel maar losser. Dat ze het kan verwerken aan de voorkant. En je rechterteugel, dat. Zo ja, en dan ontspan je even en dan vraag je weer. Naar achter met je rechterhand, dat ja, links los. Ja, goed zo. Je mag links een stukje losser laten, zodat die scharende beweging ook afgemaakt kan worden. Ja. Want ze moet natuurlijk vrij scheef op de hoefslag komen. Als je links te veel aan hebt, dan kan ze dat niet in de lijf verwerken. Super. Nou, dan zie je eigenlijk al dat het rechterachterbeen meteen een stuk soepeler begint te stappen. Dus daar zit een klein beetje een stijverheidje in dat rechterachterbeen. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is het. Zo, ja, precies. Precies. En draai maar door naar rechts. Trek maar aan je rechterteugel, linkerhand naar voren en trek maar door. En laat maar draaien. Draai maar om naar rechts. Draai maar om naar rechts. Draai... Ja, klasse. Goed gedaan. Mag je zo afwenden voorbij de C. Dan gaan we een stukje wijken. Ja. Eén stap? Ja. Zo ja, denk aan je handen, hè. Niet naar achter werken. Weer mooi van je af durven rijden. En alleen als je dat rechterachterbeen moet oppakken, mag je een keertje naar je knie werken. Dat is goed. Yes. Maar vanuit die lossigheid altijd weer terug kunnen komen. Zo ja. Een keertje je rechterhand naar je knie. Juist. En weer los. Dus niet vasthouden. Dat is een beetje wat er gebeurt. Dat je hem dan te lang vasthoudt in een bepaalde houding. En dan reageert ze niet meer. Dus het zijn hulpen. Je geeft ze kort. En je laat weer los. Je geeft ze kort. Het heeft een effect. Je laat los. En dan herhaal je het weer. Zo ja. Juist en los. Juist. En je linkerhand opzij. Juist. En los. En je linkerhand weer opzij en weer los. En je linkerhand weer opzij en weer los. En wat hebben we gezien samen, Astrid? Nou, kijk,
ik deelde wel jouw zorg hè, ten aanzien van die toch een beetje die verdwenen rugspieren, zeg maar. Nou, als instructeur en als trainer hè, heb ik dan wel een voorstelling van hoe het paard normaliter beweegt. Als het paard namelijk de rug wat weg gaat drukken, dan verdwijnen die spieren. En wat ik dus wil, is dat het paard meer de spieren gaat gebruiken voor rompstabiliteit, om zichzelf in balans te houden. En die bewegingsspieren die over de rug lopen, vrij houdt om inderdaad zijn beweging af te maken. En dat doe je dus, zoals ik in de les heb aangegeven, door te zorgen voor een optimale ontspanning ter hoogte van alle gewrichten in het lijf. En dan vervolgens een optimale aanspanning van alle spieren in het lijf. Dus van ontspanning en aangeeflijkheid naar aanleuning. Hè? Dat is eigenlijk waar je het dan over hebt. En dat zag je eigenlijk bij Blondie heel mooi gebeuren. Dat naarmate ze ontspannender liep, ze de hals mooi voorwaarts neerwaarts liet vallen. En dan van uiteindelijk hè, met spiergebruik in een mooie aanleuning kwam. En daarbij gebruikt ze dan ook de rugspieren op een correcte manier. Namelijk niet aangespannen, waarmee ze de rug wegdrukt. Maar ontspannen, zodat ze hè, vanuit het achterbeen de impuls over kan dragen aan het voorbeen. En dat je dus eigenlijk een hele mooie, zuivere takt krijgt met ruimere gangen dan je mogelijk gewend bent. We doen dit in samenwerking met Danielle Kok uiteraard. We zijn met z'n allen onderdeel van het team van deze mooie dame Blondie en Tessa. En we werken met z'n allen heel hard samen met alle instructeurs en alle behandelaars om zo goed mogelijk Tessa en Blondie in de wedstrijdring te krijgen op een hele fijne manier. Nou, ik heb net les gehad. Het ging hartstikke goed en heb weer dingen gevoeld die ik nooit heb gevoeld. Dus dat is altijd goed, denk ik. We gaan nu even lekker uitstappen en dan zie ik jullie heel graag weer bij een andere video. Doei!